De laatste jaren is er sprake van een sterke mate van centralisatie binnen de milieulaboratoria door fusies en overnames. Hierdoor ontstaat er een toenemende vraag naar automatische analysesystemen, omdat er over het algemeen meer milieuanalyses op één plaats moeten plaatsvinden. René van der Wacht van Scalar vertelt ons meer over de ontwikkelingen van deze analysesystemen. Automatische analysesystemen worden ingezet voor onder andere milieuanalyses, dus bij milieulaboratoria, voor metingen van stoffen zoals fosfaat, ammoniak, nitraat, chlorides. Ze kunnen ook ingezet worden in grond- en gewaslaboratoria voor het geven van bijvoorbeeld bemestingsadviezen. En ook ter voorkoming van een stukje overbemesting. Nutriënten die het milieu terecht kunnen komen ongebruikt. En dat is natuurlijk toch een stukje milieuvervuiling. Daarnaast worden ze ook ingezet vaak bij voedingsmiddelenindustrie voor het meten van bijvoorbeeld eiwitgehaltes in voedingsmiddelen. Dus de kwaliteitscontrole van eindproducten in de voedingsmiddelenindustrie. De laatste jaren zien we een duidelijke trend ontstaan dat er minder vastgehouden wordt aan standaardmatige automatiseringsplatforms, maar dat er meer klantspecifiek gekeken wordt. Te denken valt aan welke meetprocedure moet er uitgevoerd worden. We kijken naar de flessen, de doppen die gedopt of ondopt moeten worden, vloeistoffen die gepipetteerd moeten worden. Dus we kijken gewoon echt naar de procedure die de klant wenst te automatiseren en dat wordt dan vertaald in gesprek met de klant naar een geautomatiseerd platform. In principe kunnen alle manuele handelingen op laboratoria worden geautomatiseerd met behulp van robotica. Bijvoorbeeld het ontdoppen van flessen, het pipetteren en ook het meten met behulp van elektrodes. Nou, bijvoorbeeld deze robot ontdopt flessen en vervolgens meet hij het zuurstofgehalte in het monster. Deze robot is voor de bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik. Biochemisch zuurstofverbruik is ook een maat voor de milieuverontreiniging in het water. Bijvoorbeeld deze robot meet pH en conductiviteit. Ook pH en conductiviteit geven een waarde aan de kwaliteit van het water. Een groot deel van de tijdswinst voor laboratoria is nog te behalen bij de monstervoorbewerking van de monster zelf. Bijvoorbeeld het destilleren. Als je een manuele destillatie moet doen, dan kan je maar één monster tegelijk destilleren. Dus heb je verschillende opstellingen nodig. Bij een geautomatiseerd systeem kan je verschillende monsters eigenlijk om de paar minuten een nieuw monster destilleren, wat daardoor de labcapaciteit danig zal verhogen. Het monitoren van het milieu via milieuanalyses is natuurlijk een belangrijke pijler onder milieubeleid. Automatische systemen leveren daar op een aantal manieren een bijdrage aan. Allereerst stellen ze milieulaboratoria natuurlijk in staat om grote aantallen analyses op een snelle en kostefficiënte manier uit te voeren. Een tweede punt is de meetnauwkeurigheid. In het algemeen wordt die verhoogd door het toepassen van automatische meetsystemen. En een derde belangrijk punt is ook dat automatische meetsystemen vaak volgens internationale normeringen en standaarden analyseren. En dat is ook belangrijk in het waardevergelijk als je bijvoorbeeld over grenzen heen kijkt. Omdat internationale normeringen en standaarden natuurlijk geaccepteerd zijn door meerdere landen. De overheden worden daardoor in staat gesteld om milieubeleid gericht uit te voeren, gericht op een schonere omgeving, maar ook op een duurzame omgeving voor nu en ook voor toekomstige generaties.